Even over het slachtoffer. Wat kunt u vertellen over de 16-jarige Humera? Klopt het dat zij werd gestalkt, dat zij aangifte heeft gedaan tegen de dader? We waren in nauw contact met Humera. Zij gaf inderdaad aan dat ze gestalkt was. Ze heeft vorige week daar nog aangifte bij ons van gedaan. En we hadden gisteren om 2 uur met haar een afspraak om hier verder met haar op in te gaan. Was dat de eerste keer dat zij aangifte heeft gedaan? Nee, ze heeft vaker aangifte gedaan. En afgelopen zomer, augustus 2018, stond de verdachte, stond ook voor de rechter. Is ook veroordeeld voor een voorwaardelijke en onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij heeft daarbij ook een contactverbod gekregen. En hoewel hij wel in hoger beroep is gegaan, is dat contactverbod en het toezicht door de reclassering ingegaan. Voor welk delict is hij precies veroordeeld? Hij is voor meerdere geweldsincidenten in het verleden veroordeeld tegen meerdere personen. En afgelopen zomer dus voor bedreiging en mishandeling van Humera. Bedreiging en mishandeling, kunt u daar meer over vertellen? En ik zou daar ontzettend graag wat meer over willen vertellen. We zijn nu ook alleen zelf vanwege dit afgrijzelijke incident aan het onderzoeken. Wat is er precies gebeurd de afgelopen dagen, maanden, periode? En om nou echt heel veel verder in te gaan op alle zaken willen we nog niet doen. Omdat we het samen met het Openbaar Ministerie ook volledig op een rij willen gaan krijgen. En dan gaan we het vooral met de familie delen. En daarna ook met alle andere mensen die daar behoefte aan hebben. Weet u hoe vaak Humera aangifte heeft gedaan? Ze heeft meerdere malen aangifte gedaan, maar we zijn vaker ook met haar in contact geweest. Het belangrijkste moment is vorige week geweest, toen heeft ze weer aangifte gedaan. Daar waren we druk mee bezig. En de afspraak die wij gisteren met haar hadden, is vanwege dat afgrijzelijke incident niet doorgegaan. Jullie zaten er eigenlijk bovenop? We zaten er bovenop op deze zaak. We zagen de ernst ervan in en we nemen iedere aangifte wat dat betreft serieus. En dan toch heeft dit kunnen gebeuren. Wat is daar uw verklaring voor? Ik heb geen verklaring hiervoor. Ik kan alleen vertellen dat we ontzettend meeleven met de familie, de nabestaanden, de vrienden van Humera. En dat ook wij dit natuurlijk afgrijzelijk vinden, deze afloop. Dit wil niemand. En hier kan niemand ook enige voorstelling van maken wat dit voor ouders moet betekenen. In hoeverre wist u dat de verdachte vuurwapen gevaarlijk was? Ja, over de verdachte, meer dan wat ik nu heb verteld, willen we niet kwijt. We nemen alles serieus. Hij is eerder veroordeeld en we waren er serieus mee bezig. Het contactverbod is eerder deze week geschonden? Ook die dingen zijn we allemaal, of het contactverbod eerder deze week is geschonden, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. Wij horen die verhalen, we zijn alles aan het nagaan. En meer dan wat we nu erover vertellen, ga ik niet kunnen bevestigen. Eventjes om dat zeker te krijgen, hebben ze een relatie gehad of was die nog gaande? Nou, wat wij ook hebben gehoord en hebben begrepen is dat ze een relatie hadden en dat Humera het had beëindigd. En dat zou een verklaring kunnen zijn, voor zover u weet? Ik kan geen verklaring geven. Hoe iemand tot een bepaalde daad komt te horen zijn in volle gang. Het onderzoek is in volle gang. Dat is er nog niet uitgekomen? Het is allemaal in volle gang, het onderzoek. En als er iets uitkomt wat we kunnen delen, zijn de nabestaanden de eerste die dat van ons te horen gaan krijgen.